Hallo mensen, en terug naar de nieuwe video van de K-Gent Keihardmode. Nu spelen we eventjes niet als Gent, maar als Canada voor een vriendschappelijke wedstrijd tegen Noorwegen. En die ga ik maar simuleren. We verliezen net met 1-0, maar boeit niet zo heel veel, want het is toch vriendschappelijk. Hoop ik dat we deze wel kunnen winnen. Deze winnen we ook niet. In deze video gaan we ook gelijk weer beginnen met play-off 1. En direct tegen Club Brugge, zo te zien. En het wordt... we winnen met simuleren met 1-2 op Club Brugge. Dat is mooi. Stand tegen Gent en tegen Antwerpen. Ik ga gewoon simuleren. We spelen weer. Is gelijk. 2-1. Ja, sommige mensen willen liever natuurlijk dat ik deze wedstrijd speel, maar ik wil ze liever nu gaan simuleren. Terwijl ik door het seizoen heen en tot nu toe hebben we toch wel geluk gehad met de simulatie. Er is een boot, maar ik kan misschien wat meer vragen voor de jager. Misschien proberen een miljoentje extra te vragen. En daar gaan ze mee akkoord. Dus de kans dat de jager weggaat. En altijd in standaard wel lastig. Nu verliezen we wel eens. En Verscheiden zit al dicht bij de 76 algemeen. Het is op een regenachtige dag dat we hier tegen Anderlecht moeten gaan spelen. Verscheiden. Ja, Remtjouk met de bal doorpassen. Mitrovic afmaken. En maakt die af. 1-0 voor ons. Maar hier een hoekschop en dan gaan we zo bijna de eerste helft eindigen. En weer een save van Kaminski. Mitrovic afmaken. En 2-0. En nu heeft Anderlecht heeft net gescoord. Dus het is 2-1. Dat is gevaarlijk. Het is Shadli met zijn goal. Mitrovic. En een hat-trick. 3-1. Volgende wedstrijd ga ik het wel moeilijker zetten. Maar hier doen ze weer een vreugdedansje. Gewoon laatste corner voor afluiten van de wedstrijd. Maar zo sluiten we af met een mooie overwinning. En volgende wedstrijd is ook thuis tegen Club Brugge. Maar we winnen met 2-1. Met goals van Kubo en Yaremchuk. Maar de jager krijgt wel een rode kaart. Dan moeten we die voor volgende wedstrijd vervangen met een andere speler. We staan op dit moment eerst in de competitie. Dat is tussen Liverpool en Manchester City, de Champions League. Even door alles heen. Vinden jullie waarschijnlijk leuk om te zien. En dan ga ik ook hierin. Hier. Bij de Europa League is het tussen AS Monaco en Lissabon. Please, win alstublieft. We spelen 1-1 gelijk. Jammer. Nu staan we waarschijnlijk niet meer. Eerst nu staat Genk. Eerste, maar dat is dan de volgende wedstrijd. Is dan tegen Genk, maar is voor de volgende video. Dus dat wordt dan een spannende wedstrijd voor het seizoenwinst. En dan zie ik terug bij een volgende video, dus doei doei.